Vitesse speelde vanavond de bekerderby tegen de Graafschap in de eerste ronde van de KNVB-beker. De Arnhemmers wonnen met 2-0 tegen een zwak spelend de Graafschap. Wij spraken na afloop met Vitesse doelman Costa Lamprou en trainer Leonie Slutsky. Gefeliciteerd met deze overwinning. Ja, dank u wel. En ook gefeliciteerd met je debuut vandaag. Ja, dank u wel. Dank u wel. Het was mooi dat we thuis hebben gespeeld. Het is altijd leuk als je een eigen publiek, voor de eigen publiek je debuut kan maken. En natuurlijk ook met de overwinning. Dus ja, prima avond. Wat vond je van de wedstrijd? De eerste goal zat er snel in, maar toen werd het ietsjes minder? Ja, was eigenlijk... Heb ik van meerdere mensen gehoord, maar zo heb ik het ook een beetje beleefd. Weet je, saaie wedstrijd, gebeurde niet veel. Wij hadden eigenlijk links en rechts een paar kansen. Maar ik denk, ja, na de 1-0 was snel afgelopen. Weet je, heel vaak, je voelt als de tegenstander ook iets gaat brengen of druk gaat zetten. En vandaag was niet veel van de kant van het Graafschap. En ja, zelfs ik zei op een gegeven moment naar mezelf, gaat nog een balletje komen. Ik wilde graag de bal in mijn handen voelen. Hoe moeilijk is dat te concentreren als je bijna niet te veel te doen hebt? Ja, is het lastig. Op basis van de coaching probeer je de jongens voor je scherp te houden. En zo kan je jezelf ook hoog in concentratie houden. En ja, vandaag ging goed. En natuurlijk is het niet altijd even makkelijk. Ja, ik ben gewoon blij. Niet veel gedaan. Maar alsnog, wat ik deed was goed. Voetballend, opbouw. De ballen die er kwamen tussen... Ja, je had een paar mooie ballen, haalde je eruit. Hè? Ja, het was goed. Het was niet echt moeilijk ballen. Maar het gaat om dat je zeg maar, naar je team, dat je betrouwbaar bent. En de jongens dat voelen. Het was gewoon een prima avond. En hoe was dat de debuut? Hoe kijk je daarop terug? Met een hele positieve blik. Ja, zoals ik zei, we spelen thuis. Ja, ik wilde heel graag spelen. Wanneer wist je dat je ging spelen? Een dag voor de wedstrijd. Gisteren hoorde ik dat ik zou spelen. Ja, ik was super blij. En ja, ik zei prima, dan lekker spelen. Yes, it was a very good game, very solid. We totally controlled the game. Maybe we didn't score a lot of goals, but I don't remember one shot on target in our goal. And for me, this is a very good win because the Graafschap, very good team. This is first defeat in this season for the Graafschap because right now we didn't lose one game in Conca Campione League. And yes, for us, this is very solid and confident step forward. You were quiet on the bank this evening. You are not running. It's difficult. Maybe I was tired after Saturday and not after Saturday. Yes, and not good recovery. And of course, in my age, very difficult to play each 3 days because I need more time for recovery. No, usually I watch first minutes, and if I understand, which is we play right, and my participation not important in this situation, I prefer to sit. And the players today, they did it good. Yes, because we made some changes at starting 11, but this is normal practice for cup games. If you sometimes use a player who usually don't play at starting 11, but today I'm satisfied. We made a 6 substitutions starting. They can make experience in such a match. Yes, and because always this is a very tricky situation. From one side you want to win, from another side you have to give a chance for players who usually didn't play. But today it worked.